In een huisje in Nederland woont sinds kort een gezin die uit Marokko komt. Ze spreken nog geen Nederlands en vader en moeder hebben hun kinderen iets belangrijks te vertellen. Protekit madrasa, kram zien. Wacha? Wacha. Kram Hollandia mzien. Wacha? Wacha. Wacha en ik kram zien Hollandia. Hun nieuwe school is een groot gebouw en in de klas staat de juf nieuwsgierig uit het raam te kijken om te zien of de twee nieuwe kinderen al aankomen. Oh, volgens mij zie ik de kinderen. Er komen nu twee nieuwe kinderen aan, die komen uit Marokko. Dus ja, meester Dushane, wilt u alsjeblieft gaan kijken? Wat moet ik doen? Hallo, welkom op onze school. Salam alaikum. Ook er mijn zin uit met rassen. Ocha? Ocha. Ocha. In de klas zijn de kinderen natuurlijk ook erg benieuwd naar de twee nieuwkomers in hun klas. Hoi, ik ben Frieke. Ik ben Frieke. Ik heb voor jullie een plekje hier. Je mag mama zitten. Omdat de kinderen geen woord Nederlands spreken, leidt dat al gelijk tot verwarrende situaties. Jermaine, wil je misschien de puntenslijper aangeven? Natuurlijk kan ik dat. Mama, wil je het even doorgeven aan haar? Fatima, laat het een rij. Doorgeven. Chocolat. Juffrouw, ja? Hij stelt gewoon de puntenslijper. Je mag mij nou even lenen, want ik denk dat hij het nog niet zo goed begrijpt. Dankjewel, juf. Ten Adia. Juf, nu zie je wel tussen deze ook al. Ja, dat is wel een beetje raar. Ik praat er dadelijk wel met hun allebei over. Okay. Als het pauze is, gaan de kinderen lekker buiten spelen. En zitten Mohamed en Fatima nog in de klas. Moment en Fatima, wil je het bord schoonmaken? Mani, jouwe? Ik heb besef, ik ga even zeggen, maar er is altijd. Mani, het niet begrijpen van de Nederlandse taal is echt een probleem, want na de pauze wordt het niet veel beter. Hoi, mag ik meespelen? Hé, hey, ik vraag iets. Eerst stel je de twee puntslijpers, nou stel je de bal. Je bent een dief! Jullie kennen toch die Marokkaanse jonge Mohamed? Ja. Hij is een dief. Hij is een dief! 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 Naar de klas toe! Maar hij is een dief! Naar de klas toe! Als de schooldag voorbij is, zijn Mohamed en Fatima helemaal verdrietig. In de auto zitten vader en moeder te wachten op hun kinderen. Snoekend met Fatima. Sophie, hoe maar zei je? Fijn. Ah, hou je uit. Ashkeen. Waar is het pakje, les? En dan mijn broertje misschien allemaal drassel. En even wel. Kraal Hollandia, wat voor hem de mzien Hollandia. Mama, kan dat hak? Ocha. Vader had gelijk. Een half jaar later spraken de kinderen Nederlands en ging het veel beter. We hebben speciaal voor jullie een Marokkaanse koekjes gemaakt. Het mooie was dat doordat ze recht hadden op eigen cultuur, ze nu twee talen spraken en een beetje de Marokkaanse cultuur konden delen met hun klasgenoten. Fatima, dat is echt zo lekker, hè? Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft.